over naar de bands die net ook al deze Jazz Talk aftrapte, de Hot Club Durop. Dus daarom goedemiddag of good evening to Paulus, to Olly en to Noah, van wie ik heel vriendelijk op zijn contrabas mag hangen. Dat hangt wel lekker eigenlijk zo ook, Noah. Nou ja, als je dat vindt, dat is super dan. Hey, vanmiddag gespeeld in de Avenue. Dat is een hele mooie plek, vind ik ook, die er prachtig uitziet met houten lambrisering en een houten vloer. Hoe was het vanmiddag? Ja, de locatie was geweldig. De mensen waren enthousiast. En we hadden een hele goede podium en ook een hele goede geluidsman. Dus we zijn hartstikke tevreden. En de mensen ook. Dus, ja. Tevreden met spelen. Over naar jou, Paulus. Hè? Daarnet hoorde ik jullie al spelen. Wat jullie spelen onder andere is... denk meteen Django Reinhardt. Moet ik aan denken. Wil je dat één op één spelen zoals Dun Django het deed? Of mag je dat ook een beetje loslaten? Nou, het is eigenlijk zo, één op één als Django, dat is niet te evenaren. Dat is punt één. Natuurlijk schreven we wel naartoe om zo goed te worden, maar dat bestaat gewoon niet. Hij was gewoon de enige meester van heel de wereld op deze muziek, Hot Club de France. Maar we gaan hem zijn liedjes natuurlijk wel spelen. En natuurlijk, de melodie die kennen we wel, maar de improvisaties, nou, dat wordt al weer wat moeilijker. En dat doen we dan op onze eigen manier natuurlijk. Voor de mensen die er niet in thuis zijn, Django inderdaad echt een meester. Met dan notabene ook nog een keer een beperking door een ongeluk aan zijn hand. Wat het eigenlijk alleen maar moeilijker maakte. In die wetenschap, als je dan nog wel eens dingen terughoort van hem. Dan denk je, hoe kan het? Hoe kon hij dat verdorie? Het is onmogelijk. Wat die man, die speelde met twee vingers. En dat kennen wij nog niet met ons vijf vingers. Wij komen daar zelf niet bij als gitarist. Die man was gewoon meesterlijk. En dat maakte hem nog bijzonderder, hè? Dat hij met zijn twee vingers ging spelen. Is er dan, Paulus, ook wel eens een keer een soort van frustratie? Dat je denkt, ik zet die gitaar in de hoek en ik stop er gewoon mee. Zeker dat, hoor. Als ik hem weer hoor spelen, ik zet een cd op en ik wil het proberen doen, denk ik, Jezus, hoe deed hij dat? Hoe krijgt hij het voor elkaar? En dan met twee vingers. Ja, dan wil ik de gitaar wel soms tegen de muur gaan slaan. Nu niet, jullie gaan heel erg mooi voor ons spelen. So I'm going to sneak in at Olly over here. Olly from Finland. En mijn Fins is niet zo goed, dus we doen het gewoon eventjes in het Engels. It's going to be a busy summer for Hot Club Durop. Lots of gigs going on. Well, you know, at least... Actually, the last 5 years I've been living in New York City. So this group, Paulus and Noah, they live in Eindhoven. So we don't get to play that much. But whenever I come to Europe, we do some touring. We were in Finland and in Prague, and now we're here in Netherlands. So it's been a busy summer for Hot Club Europe. Okay, nou, wees zuinig op hem. Wees blij dat hij weer eventjes terug is. Want van New York, en nu is hij dus gewoon weer eventjes in Brabant. Jazz in Juketown doen ze ook nog. Maar ze zijn nog eventjes van ons. Want dit is Breda Jazz en Jazz Talk. En jullie gaan nog live spelen. Veel plezier voor Hot Club Durop.
Yes. Paulus, Noah, Olly, dank jullie wel. En we zijn nog niet klaar met Hot Club Europe, die dus vandaag te gast waren op Breda Jazz. Eerst al in de Avenue hebben gespeeld en gelukkig ook bij Jazz Talk lekker aan wilden komen waaien. Want heel bijzonder dat ze lekker met z'n drieën bij elkaar zijn en dat ze ons aan wilden doen. Breda Nu.